Ik sta hier op het Spui, midden in het centrum van Den Haag. Een plek waar ik jarenlang naartoe ben gefietst, omdat hier achter mij de Dr. Anton Philipszaal stond. Woonhuis van het residentieorkest, waar we vele concerten jarenlang hebben gegeven. Ik vond het een symbolische plek, omdat het een plek is waar een gebouw stond en waar een nieuw gebouw wordt gebouwd. Zoals u achter mij kunt zien. In 2015 is de Dr. Anton Philipszaal gesloopt, met de bedoeling dat daar een nieuw gebouw zou herrijzen. En zie daar het resultaat. Maar de sloop vond ik ook een pijnlijk proces. Zoals dat gaat met veranderingen. Gelukkig hadden we een geleidelijke verandering en hebben we er jaren aan kunnen wennen. Dat is heel wat anders dan de coronaverandering, waar we met z'n allen meteen zijn ingestort. Ik vond het pijnlijk omdat elke keer als ik hier langs fietste, ik had het gevoel dat daar in dat gebouw nog allerlei noten ronddwaalden en die met die sloop ook gesloopt zijn. Dus het wordt tijd voor nieuwe herinneringen en nieuwe concerten en een nieuw perspectief. Wat voor mij altijd een troost is geweest, is dat bepaalde dingen niet veranderen. En dat is mijn liefde voor mijn instrument en voor het orkest. Dus elke dag, als ik mijn instrument uitpak en ik kan een paar mooie noten blazen, dan heb ik het idee dat ik toch aan de toekomst werk. Ik realiseer me heel goed dat wij als orkest gezegend zijn met zo'n mooi perspectief wat hier achter mij te zien is. Amare. Een gebouw om van te houden. Een gebouw waar heel veel publiek naar binnen kan komen om mooie concerten te beleven en allerlei andere soorten voorstellingen. Een gebouw van de toekomst, theater van de toekomst. En ik hoop van harte dat we dat volgend seizoen coronavrij kunnen openen en de deuren kunnen openen om al die mooie concerten voor u te gaan spelen.